Hi, ik ben Pierre van iFitness. Voor de volgende workout doen we 6 oefeningen, voornamelijk richting kracht, full body. De oefeningen eerst om de beurt. Moet je bekijken als een opwarming. Qua balans en coördinatie is even zoeken. Qua kracht wordt het straks iets intensiever. Dus kom staan met 2 voeten naast elkaar. Zoek wel goed je balans. En blijf voornamelijk vanuit de heup actief lang recht terug. Dus meer spanning in de bil dan echt in de knie. Dus je gaat om en om, rustig achteruit. Rijk de grond. Als je kan, tik je de grond aan. En je andere arm zelfs voor je balans. We doen in totaal 10 keer, dus 5 keer om en om. Hoe trager dat je uitvoert, hoe intensiever voor de kracht, maar hoe moeilijker voor je balans. Dus 4. 5. 6. Hou je rug goed lang, hè. 7. Kijk je vrije been achteruit. 8. 9. En 10. Prima. Schud even los. Kom richting een plankhouding. Handen en voeten steun. Ongeveer uit elkaar de heupbreedte. En ga diagonaal hand aan de knie aantikken. Zoek je balans diagonaal. Dus je tikt aan en kom rustig aan terug. Probeer het lift van hand en voet je balans te houden en ook vooral de vormspanning. Ook in totaal 10 keer, dus 5 keer om en om. En de laatste. Yes, prima. Kom rustig naar de buikleg. Lang uitgestrekt, plaats je handen voor aan de grond. Lift de borst, lang actieve nek. En we gaan diagonaal liften, linkerhand, rechtervoet. Hou 1 seconde vast en rustig aan terug. Dus lift, span rug en bilspieren goed op. Dat is 3. 4. Ook buikspieren actief hier, hè. 3. 3. Yes, kom rustig omhoog. Oefening 4. Heb je stoel nodig? Plaats je voor de stoel. Voeten smal. En richting 1 squat ga je rustig aan zakken. Rem omlaag. En kom rustig omhoog. En wissel van been. Trek je armen vooruit voor je balans. Druk op de hiel. En rem uiteraard zo zacht als je kan. 4. 5. Zoek die balans. 6. 7. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Yes. Opnieuw kracht bovenlichaam. Push-up houding. We maken een push-up. En bovenaan draaien we open. Plaats de handen ietsje buiten schouderbreed. Je mag kiezen de push-up op de knieën of de tenen. We doen rustig aan. Dus je buigt omlaag, op en je reikt naar boven. Als het zwaar is bij de push-up, plaats je de knieën neer. Kom omhoog op je tippen en draai op. Dat is 2. Dus buigen, duwen, 3. Rustig tempo. 4. Dus je hebt de kans als het nodig is om de knieën te plaatsen. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Laatste oefening van de 6. Kom rustig liggen op je rug. En we maken een star crunch. Maak de vorm van een ster. Allures mag uiteraard ook. En we gaan die gaan reiken. Linkerhand, rechtervoet en rustig omlaag en je wisselt. Het omlaag gaan hou je de spanning, onder de goed laag en rijk zo ver als je kan. Laatste 3. 3. Yes. Als de laatste oefening te zwaar, mag je altijd de benen buigen, uiteraard. Opwarming zit erop. Het echte werk. Opnieuw alle 6 oefeningen. Eerst alles rechts, nadien alles links. Dus oefening 1. 1 been. Laat rechtervoet staan. Linkervoet achter voor je balans. Arm opzij. Linkerhand raakt de grond. Rechterbeen moet werken. Ready? 10 keer. Off you go. Dus buig, tik de grond aan. En lift en zoek je balans.
Dus bij de bovenkomen mag je even de tippen de grond raken voor je balans. Rustig tempo. 3. 4. 5. Houd de rug recht. 6. 7. 8. 9. En 10. Stak op links aan bod. Oefening 2. In plankhouding. We kiezen nu voor rechterhand te laten staan. We gaan linkerhand bewegen met de rechterknie. Dus je zoekt balans. Kom hier aantikken en terug. 2. Gaat het echt goed, doe je de volgende variant. En strek je uit. 4. En maak lang. 5. Lengte. 6. 7. Bibberen kan geen kwaad, hè. 8. 9. En 10. Yes. De extensions terug. Nu gaan we de linkerhand liften en rechtervoet liften. Dus de rechterhand laten staan en linkervoet laten staan. Yes, off we go. 10. Raak kort de grond. 9. 8. Hou boven even spanning. 6. 5. Hou je nek naar. 4. Haal de kracht uit de rug en de plank uit de nek. 3. 2. En 1. Prima. Kom te staan met de stoel. One leg squat. Ook alles op rechts. Had het rechterbeen staan. Linkervoet los, zoek je balans. Alleen de rechterbeen doet de beweging. Rustig aan zakken. En omhoog. Zo rustig als mogelijk. 2. 3. Houd de knie goed stabiel. 4. Goed drukken vanuit de hiel. 5. Armen voor je balans. 6. 7. 8. 9. En 10. Als je een stoel gebruikt, pak een stevig stoel die niet schuift op de grond. Wegschuiven zou zonde zijn. De push-up met opendraaien. Zet de voeten wijd genoeg voor goede balans. Handen ietsje buiten schouderen, maar niet te veel. Laat de rechterhand staan. Dus maak een push-up op de tenen of de knieën. Dus je buigt en links reik je omhoog. Als je kan, ga je in de beweging naar de push-up. En ga je in de beweging terug omhoog. Doe niet te snel. En als het zwaar is, ga je in de push-up uiteraard op de knieën. Dan kom je terug, zet de knieën, doe de push-up, duw open en rijk omhoog. Kom, nog 5. Dus omlaag, duw en rijk op. Nog 4. Rem in de beweging en duw op. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Yes. Liggen op de rug. Onze star crunch. Van hieruit. Als je kan, hou je spanning onderin. Je mag voor je nek je hoofd maar zo met je linkerhand. En ga rechterhand en linkerbeen reiken. Zover als je kan. En terug op. En we zijn vertrokken. Dus reik en terug. Reik en terug. 3. Als je kan. 4. Blijf rechts van de grond. 5. Lukt dat niet? Zet je de voet neer. 6. 7. Hou je ondergoed laag bij het openen. 8. Nog 2. 9. En nog eentje. En 10. Dat was alles aan rechts. Kom rustig omhoog. En nu identiek maar alles op links. Oefening 1. Kijk nog. Vanuit één been. Linkerhand voor je balans. Rechts reik je naar de grond. En rechterbeen gaat achter. Dus van hieruit, val vanuit de heup, recht terug en we zijn vertrokken. Dus lachtjes omlaag, tik aan, dat is 1. Kom rustig omlaag, dat is 2. Zo diep als je kan, hè. 3. 4. 5. Voel de spanning in je bil achteraan.
6. Lang actieve rug. 7. 8. Voor balans best lastig. 7, 8, 9. En nog eentje. Yes. Volgende oefening. Kom terug naar plankhouding. Daarnet liet je de rechterhand staan. Laat je linkerhand staan. En gaan we diagonaal rechterhand naar linkerknie. Of van hieruit en terug omlaag. Of als je kan, ga je van daaruit en rijk je uit in de lengte. En we zijn vertrokken. Dus aantikken. 1. Aantikken. 2. Is te zwaar? Ga naar hier. 3. 4. Rustig in tempo. 5. Zoek controle. 6. Vorm spanning. 7. Goede ademhaling. 8. Bibberen mag. 9. En 10. Je ziet de pittige. Kom terug liggen op je buik. Van hieruit. Andere kant. Laat je linkerhand staan en rechtervoet. En ga de rechterhand liften. Dus je lift op. Hou even kort vast. En aantikken. Actief rugspannen. En terug. Lift je borst mee op. Dat is 3. 4. 5. Druk je andere hand actief in de grond. Nog 4. Nog 3. Laatste 2. En nog 1. Yes. Kom terug overeind. Pak je stoel. One leg squat. Maar nu het linkerbeen. Zet je schrap. Actieve houding. En we zijn vertrokken. Rustig omlaag en rustig op. Dat is 1. Remmen en duwen. Dat is 2. 3. Wordt het hier te zwaar? 4. Hou de hiel van je vrije been lichtjes aan de grond. En 5. Maar vooral je steun mee gebruiken om op te duwen om te remmen. 6. Nog 4. 7. 8. 9 en de laatste. En 10. Super. Push-up met open draaien. Handen net buiten de voet idem. Laat je linkerhand staan. Misschien beter dan hier laten zien. Dus linkerhand blijft staan. Dus je buigt omlaag of knieën of tenen. En bij het omhoog komen, rek je omhoog. Als je kan in de beweging bij het neer gaan buigen, bij het opduwen rek. Doe het niet te snel. En wordt het te zwaar in de push-up, als optie zet de knieën, dan buig je duw op en op de tenen als je opendraait. Kom, we gaan nog voor 5. En duwen en twist. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Yes. Kom liggen op je rug. Heb je de reis gehad? Star, crunch, rechterhand linkervoet. Nu andersom. Linkerhand rechtervoet. Rechterhand mag je ondersteunen. Als je kan, start je van hier. En ga je op die manier rijk je omhoog. Is het zwaar weer onder rug, laat je deze voet staan. Ready. En off we go. Dus je rijkt omhoog, hou 1 seconde vast. En rustig aan terug. Dat is 1. Lift. Dat is 2. 3. Hou je onderrug laag, vooral bij het uitstrekken. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Yes. We zijn rond, dat waren ze, alle 6. Heb je nog energie over, mag je uiteraard nog eens alles herhalen. Let goed op je houding, zeker als je moe wordt. Maar op zich was het zeker een pittige training. Heb je nu genoeg gehad? Neem rust, drink iets en tot de volgende keer.